Kun jij je nog herinneren dat ik zo bruin was? Nee. Dat was, nou, kijk nu. Ja, oh wow. Ik ben het weer. Peter is terug. Ik weet niet wanneer dit item online komt, we doen er vandaag een paar. Ja. Maar jongens, we hebben hem binnen. Logitech, de G610 Orion Red. En Logitech zit natuurlijk een klein verhaaltje aan. Logitech heeft heel lang niks opgestuurd en ze stuurt nu dingen op. Dus we zijn heel erg blij. Ja. Dus we hebben heel veel vragen gehad. Dat had eigenlijk niet meer op gerekend, jongens. Maar nee. Leuk dat het toch gebeurd is. Inderdaad, toch wel. Ik dacht, ik probeer het nog een laatste keer, omdat er altijd zoveel vragen zijn van oh, kunnen jullie ook iets van Logitech behandelen? En ik heb er al vaker mailtjes gestuurd en nu kwamen we er eindelijk doorheen en ze sturen meteen leuk stuff op. Te beginnen met die G610. Ja, de Orion Red. Dat staat voor de rode cherry toetsen. Het is dus een mechanisch toetsenbord. Yes. Dus €120 schoon aan de haak. Dat is ook best wel schappelijk voor een mechanisch toetsenbord. En in tegenstelling tot heel veel andere Logitech toetsenborden is dit met cherries inderdaad. Cherry switches. In tegenstelling tot hun eigen Logitech G switch. Wat? Dus dit is voor hun eigenlijk minder? Het ligt een beetje aan je smaak. Het is altijd wel, je ziet Razer dat ook doen. Die hebben hun eigen switches, maar hebben dan ook weer modellen waarbij ze gewoon voor cherry kiezen. Omdat sommige mensen willen gewoon zo'n soort body, maar dan met cherry switches. Ja, maar de Logitech apparaten zonder cherry zijn waarschijnlijk duurdere prijs. Ja, over het algemeen zijn dat wel de high-end modellen. En dat is dan met die Logitech G switch die dan door omrond gemaakt is. Maar dit is cherry. Ik krijg niet heel erg een gaming vibe van dit toetsenbord. Ik krijg meer een media vibe van dit toetsenbord. Ja, nou ja, ik snap wel waar je dan vandaan komt, want het is heel strak eigenlijk. Het is heel simpel, het is niet overdreven veel van wauw, dit is naar de gamer toegespitst. Je hebt natuurlijk de Logitech G LED-verlichting in de hoek. Nou ja, voor kenners die zullen dan meteen weten, oh, dit is een gamer toetsenbord. En er zit natuurlijk wel een gamer mode op en key rollover. Dus op zich heeft het wel alles wat je in een game nodig hebt. Plus natuurlijk die mechanische switches, dat is gewoon ontzettend fijn. Ja, dat is super fijn. Hoe zit het met de verlichting? Want ik hoorde dat je daar eigenlijk niet kan aanpassen. Nou, je kunt ze wel aanpassen, dat is wel interessant. Maar het zijn alleen maar witte ledjes. Dus het is niet full RGB, je kunt niet allerlei gekke profieltjes instellen qua kleuren. Is dat raar? Dat is niet heel erg raar. Er zijn zoveel rassen die dat nu al een soort van standaard hebben. Ja, maar dat zijn vaak wel die high-end modellen waarmee ze dan echt willen competen met, weet je, de paradepaardjes van alle grote merken. Logitech heeft natuurlijk ook een aantal toetsenborden die gewoon full RGB zijn. Maar dit is gewoon lekker simpel, alleen wit. En ik vond het persoonlijk ook alweer een keer verfrissend, want het ding is natuurlijk, witte verlichting kunnen vaak die full RGB-ledjes heel erg slecht. Dan is het een beetje zo'n vies blauwig-achtig, paarsig, slecht wit, zeg maar. En dit is gewoon fel wit en dat heeft ook alweer iets neutraals. Het past heel makkelijk in je setup zo. Ja, stijlvol. Ja, hey, hoe gamet het weg? Wat, heb je genoeg opties voor de jonge zelfbewuste gamer? De jonge zelfbewuste gamer die komt hier wel mee, je komt hier wel mee aan je trekken. Ik ben geen fan van de rode cherry. Ik vind hem te lineair. Ik wil graag een klikje. Ik vind hem ook iets te snel, waardoor je vaak in games kan het nog wel eens gebeuren dat je per ongeluk al een knop activeert waar je gewoon je vinger op laat vallen, zeg maar. Echt? Ik weet niet of je dat wel eens hebt, dat je gewoon in de shooter in één keer loopt te streven naar links. Je denkt, ik ben al iets in aan het drukken. Maar dat is puur en alleen op die cherry. Ik ben gewoon veel meer van die bruine. Daar kun je deze ook in krijgen. Maar verder, ja, geen macro toetsen, geen mogelijkheid om dingen door te snoeren. Het is gewoon vrij basic, maar daarmee wel gewoon comfortabel. Ja, en ik had het over een media toetsenbord, omdat het wel heel erg... Ja, je hebt wat media toetsen inderdaad, ja. Dat vind ik altijd fijn. Dit vind ik altijd een... Dit is altijd een punt scrollwiel. Erop. Ja. Dit is altijd een punt extra, vind ik. Een analoog scrollwieltje is erg gewild. En het zou ook eens een keer niet gebeuren dat Peter een toetsenbord laat vallen. Ik geloof dat we er aan het eind van het jaar een hele compilatie van kunnen maken. Dat Peter gewoon 20 toetsenborden per jaar laat donderen. Ik heb nog nooit iets gebroken. Dat is inderdaad waar. Maar het gebeurt wel altijd midden in hun games dat dieren klinken. Nee, ik weet het. Weet je, kijk, jij maakt dat hele mooie sfeerbeelden. Of Akeo, jullie doen dat allebei heel erg goed. Alleen, ik ben iemand, ik wil dat ook tijdens zo'n item even aan kunnen raken. Ja. En dan staat het zo mooi en jij denkt dan in je hoofd, ja, maar ik heb sfeerbeelden, dus ik hoef niks aan te raken. Maar ik denk dan toch even... Dus even de behind the scenes tussen gamers net gear, hè? Hoe gaan die dingen? Nou, zo. Ja. Oké, dus je bent tevreden voor de prijs. Want de prijs, ja, €120, ja, ik weet niet. Ja. €120 is gewoon, kijk, mechanische toetsenborden zijn sowieso al een heel stuk duurder. €120 is daarmee niet het goedkoopst, ook zeker niet het duurst. Dit is gewoon een beetje een medium range model voor de gamer die gewoon mechanische switches wil en een mooi strak toetsenbord zonder al te veel pushpas. Dus niet doorsnoeren van USB en microfoon of zo. Niet allerlei gekke kleurtjes, geen honderden macro knoppen erbij. Dit is gewoon heel back to basic en voor €120 zou dit serieus wel een goede zijn om te overwegen. Met een gewone snoer, en dat is altijd fijn. Ja.
Oh, en het leuke is, de beste extra zit hem, en dan ga ik het ook even laten, laten zien aan jou. Hey. Het zijn die... oh, twee hoogtes? Ja, er zijn twee verschillende hoogtes om de kickstand, zeg maar, om hem een beetje omhoog te hellen. Wat vet. Het is heel interessant dat ze dat doen, en ik heb dat nog nooit bij andere toetsenborden gezien tot dusver. En ik moet wel zeggen dat met dit strakke design en het feit dat je hem dan ook nog op verschillende hoogtes in kan stellen... Weet niet, dat vind ik toch wel weer een pluspuntje voor Logitech. Heel erg netjes gedaan. Ja, nee, leuk. Nou, leuke eerste introductie met Logitech. We hopen op meer, want wij willen natuurlijk met Gamers at Gear zo breed mogelijk palet aan gaming peripherals behandelen. En Logitech hoort er natuurlijk bij. Laat ook hieronder in de reacties vinden wat jij ervan vindt. Of jij dit een toetsenbord vindt die jij ambieert als mens of als dier. Hoe je jezelf ook ziet. Transgender, maakt niet uit. Tom, bedankt. Peter, jij ook. En doe nog mee met de Logitech giveaway als die nog loopt, want we geven ook nog een muisje weg. Slip. Denk je dat die nog loopt? Ik denk niet dat die meer loopt, maar misschien dat je nog een keer heel laat kunt zeggen, oh, ik had hem ook wel gewild. Ja, pech. Maar goed, ja, dan weet je in ieder geval dat die er was. Ja, leuk. Tot snel. Tot snel, hè.